De politieke partij PALU bestaat vandaag 43 jaar. In dat kader heeft de organisatie tijdens de persconferentie in het hoofdkwartier haar verkiezingsprogramma gepresenteerd aan het publiek. Voorzitter Jim Hock zei dat PALU in de afgelopen periode veel tegenslagen heeft gehad. De partij heeft ondanks die moeilijke tijden toch stand kunnen houden. Hock richtte zijn toespraak onder andere op de huidige politieke situatie in het land. Volgens hem is er een enorme verdeeldheid tussen de verschillende politieke partijen. We zien in principe twee groepen. En het is duidelijk, de coalitiegenoten aan de ene kant, die vinden dat het eigenlijk heel erg goed gaat in Suriname. Die vinden dat er wat fouten worden gemaakt, maar dat de regering het overal geweldig doet. En u en ik weten dat het natuurlijk een totaal onhoudbaar standpunt is. Want iedereen weet dat we met grote financiële problemen zitten en dat het leven elke dag duurder wordt. Bij de oppositie lijkt het aan de andere kant een soort weddenschap te zijn wie zaken het meest uitzichtloos kan afschilderen. Het lijkt alsof men er zelf in gelooft dat als je de situatie maar slecht genoeg afschildert, dat die Surinamers die straks moeten stemmen, de indruk krijgen dat jij het beter kan. Volgens Hock heeft de PALU daarentegen een nationale en optimistische opstelling. De partij heeft daarom een goed uitgewerkt plan samengesteld in haar verkiezingsprogramma. Dit plan moet Suriname weer op het juiste pad krijgen na de verkiezing van 25 mei, benadrukt de voorzitter. Als je moet afgaan op wat men vanuit de verschillende partijen zegt, en misschien vooral ook de manier waarop men het zegt, dan moet je concluderen dat geen van die partijen op dit moment in Suriname er rekening mee heeft gehouden dat er een enorme tsunami op ons afkomt. Een tsunami die ons leven voor altijd zal veranderen. Het verkiezingsprogramma van de PALU daarentegen is een toekomstgericht programma. En het heet niet voor niets Ready for the Toekomst. Ik heb het u net voorgehouden. Wij PALU, wij zijn ready voor de toekomst. En ik herhaal, wij PALU, wij zijn ready voor de toekomst. Het programma is toekomstgericht, maar het begint bij de komende regeerperiode. PALU-voorzitter Jim Hock vandaag tijdens een persconferentie van de partij. PALU is vandaag 43 jaar en de partijleiding heeft in dat kader haar verkiezingsprogramma gepresenteerd.